Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In vandaag's video gaan wij het hebben over de Neo Geo Arcade Pro Stick. De Arcade Pro Stick is eigenlijk een 2-in-1 plug-and-play arcade machine. Want je kan deze gebruiken via HDMI en gewoon 20 spellen hebben om te bespelen. Of je kan deze gebruiken voor je spelcomputer. Maar laten we het eens even hebben over Neo Geo zelf. Neo Geo zelf is een merk dat eigenlijk teruggaat naar de jaren 90. Het merk wat eigenlijk een van de populairste arcadespellen heeft tot de dag van vandaag eigenlijk. Waaronder Fatal Fury, Samurai Showdown, Metal Slug en zo zijn er vele goede titels. Dus Neo Geo heeft besloten om de eigen arcade stick uit te brengen. En met deze stick kun je gewoon de oude spellen van vroeger, de arcadespellen, weer opnieuw ervaren. Maar laten we het eens hebben over de arcade stick zelf en wat we gaan krijgen. Zoals ik al eerder heb gezegd, dit is een 2-in-1 apparaat. Op zich best wel grappig dat je hem en kan gebruiken voor je PlayStation 4. Daarom heeft deze ook 8 knoppen. Normaal oorspronkelijke Neo Geo spellen hebben maar 4 knoppen nodig en de joystick. Het model is eigenlijk een beetje afgekeken van de Neo Geo controller of Neo Geo CD controller. Helaas, heel veel mensen zullen niet blij mee zijn, want als je kijkt naar de layout klopt er helemaal niks meer van. De knopkleuren kloppen niet, beter gezegd het is één grote puinhoop. Maar goed, voor de mensen die gewoon het opnieuw willen ervaren zal het niet echt een heel groot probleem zijn. Maar goed, laten we eens een kijkje nemen wat je gaat krijgen. Erg leuke presentatie van het product trouwens. In de doos bevindt zich de arcade stick, een handleiding en dit doosje. En in dit doosje bevindt zich de kabel om hem eventueel aan te sluiten. Let op, er zit geen, zoals het mooi zeggen, power supply of adapter bij. Dus die moet je wel loskopen. Is gewoon overigens een 5 volt, net als je telefoon. Hier een klein adapter. Dus als je deze arcade stick wil aansluiten op je Mini Classic is dat mogelijk. Maar je hebt deze adapter wel nodig. Deze folderhandleiding staat niet heel veel informatie in, maar goed, dit is dan wat je krijgt. De arcade stick zelf zit echt heel goed ingepakt. De joystick zelf ziet er gewoon prachtig uit. Voelt ook echt als een kwalitatief goed product. Hij is helemaal gemaakt van plastic. Er zijn ook arcadekasten zoals bij Mondoro Box zitten er aan de onderkant metalen bakken onder. Deze is helemaal gemaakt van plastic. Ondanks dat voelt hij echt wel heel zwaar. De joystick voelt goed. Het is niet echt zoals de arcade, maar het komt wel dicht in de buurt. Aan de voorzijde bevinden zich 2 aansluitingen voor controllers en een koptelefoonaansluiting. Maar goed, terug te komen op de aansluitingen van de controllers. Super gaaf, want je kan in principe de arcade stick ook als een spelcomputer gebruiken. Dus die sluit je aan op je tv en je pakt gewoon 2 controllers. Maar die moet je overigens wel loskopen. Of misschien heb je die al bij je Neo Geo Mini Classic verkregen. En die kun je hier gewoon op aansluiten. Maar goed, hier aan de zijkant bevinden zich nog extra knoppen. Sommige hebben we alleen nodig als je hem gaat gebruiken als een arcade stick op je spelcomputer zelf. En sommige hebben we nodig, zoals de aan- en uitschakelaar, om hem aan en uit te zetten. Om hem te gebruiken als een spelcomputer zelf. En aan deze zijde hebben wij de USB-aansluiting, HDMI en de Type-C voor stroomtoevoer. Aan de onderzijde bevinden zich kleine rubberen voetjes. Deze moet je eruit halen, wil je de stick eventueel open moeten maken. We hebben ook een klein dopje zitten, dus wil je de baltop ofwel de bal van de arcade stick eventueel losmaken of terug vastzetten, hoef je hem niet meer uit elkaar te halen. Je lepelt dit stukje rubber eruit en je kan een groef draaier insteken en hem vervolgens gewoon vastzetten. Dus echt wel ideaal en over nagedacht als je het aan mij vraagt. En aan de rechterkant bevindt zich deze klep. En met deze klep komt er een USB-kabel tevoorschijn en dan kun je hem aansluiten aan je Neo Geo Mini Classic of de spelcomputer zelf, zoals de PlayStation. Zoals ik al eerder zei, dit apparaat komt met ingebouwde spellen. Dus laten we hem eens aanzetten en kijken hoe het menu eruit ziet. Oh, hier krijgen we het SNK logo. Ziet er overigens best wel tof uit, als je het aan mij vraagt. Oké, dus dit is wat je gaat krijgen, een heel strak menu. Er is alleen één klein dingetje. Als je het product koopt, hou er wel rekening mee dat de 20 spellen die erop staan alleen maar vechtspellen zijn. Voor de rest, je hebt wat instellingen, zoals het beeldschermverhouding kan je aanpassen. Dus voor de mensen die hier echt wel graag in willen rommelen, ga je gang. We kunnen ook eventueel een filter eroverheen gooien, zoals scanlines. De echte fanatieke gamers of arcade spelers weten wel wat het is. We hebben hier een volumeregeling, dat is voor de koptelefoon uiteraard. En we hebben systeem. Voor de rest allemaal niet veel bijzonders, wat informatie. Laten we een kleine scroll doen door de games. Oh yeah, there it is. Mm-hmm.
Dus dit is hetgene wat je gaat krijgen met de Neo Geo Arcade Stick Pro. Je moet echt wel voor jezelf beslissen, is het nou wel iets voor mij? Want je krijgt 20 spellen en de spellen zijn allemaal vechtspellen. Maar uiteindelijk, je kan hem ook combineren met je Neo Geo Mini Classic mag je erin hebben. Je kan hem ook gebruiken als Arcade Stick. Dus het is niet dat je alleen maar 20 spellen hebt en dat je voor de rest niks anders mee kan. Maar goed, laat me weten wat jij hier nou over vindt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Het zou leuk zijn als je lid wordt van het kanaal. Druk het belletje en blijf up-to-date. En dan zie ik jou weer in de volgende video.